taal het meeste meeste gebruikte voorwerpen klanken van deze hele wereld taal is ingewikkeld moeilijk je kan het schrijven je kan het typen, je kan het spreken en je kan het begrijpen. En soms bij dat stukje van begrijpen, daar loop ik soms weer vast. Mijn naam is Mariele Vermeulen. Ik ben 28 jaar en heb TOS. Een taalontwikkelingsstoornis. Taal staat in mijn leven... Ongelooflijk centraal. En het houdt me ook elke dag bezig. Waarom doen mensen wat ze doen? Daar ben ik altijd nieuwsgierig naar. Ik heb uh, afgelopen maand, januari, heb ik mijn master NLP gehaald. Waar ik echt ongelooflijk trots ben op mezelf. Echt heel erg trots. Um, en ik had nooit gedacht dat ik, uh, ik met iemand die taal als lastig vindt, zo'n talige opleiding kan gaan doen. Maar het is me gelukt. En daar ben ik blij mee, echt ongelooflijk trots op mezelf. En taal blijft voor mij altijd een lastig obstakel omdat ik in mijn hoofd vaak moet zoeken naar de juiste woorden. En als ik aan het zoeken ben naar de juiste woorden, welk juiste woord is het dat dan? Wat wil ik tegenover jou vertellen? Welke woorden kan ik in mijn hoofd vinden om met jou te kunnen praten? Om jou iets over te brengen. En met dat kleine stemmetje die soms zegt in mijzelf van... Marielle, kom je wel genoeg over? Kan je wel die juiste woorden uiten? En hoe groot en krachtig ik soms wel ben, soms vaak ben... Um, kan ik me soms ook echt in mijn schulpje knuipen, kruipen. En me afvragen in mezelf... Zijn de juiste woorden die ik pak om te kunnen communiceren wel de juiste woorden wat ik wil overbrengen? Zijn die woorden wat ik wil vertellen tegenover jou wel de woorden die ik kan vertellen tegen jou? En kan, en heb het wel de juiste betekenis wat ik erachter heb en jij erachter hebt? Woorden. Ze zijn lastig en ik kan er uren over praten. Ik koppel mijn gevoel er altijd aan vast. Wat voel ik en wat wil ik vertellen? Wat wil ik vertellen tegenover jou? Wat voel ik waar je tegenaan loopt of waar ik zelf tegenaan loop? Ik fascineer er altijd van hoe mensen denken, hoe mensen hun Kernwaarden. Hun overtuigingen. Hun zelf willen zijn en zichzelf zijn. Woorden. Woorden kunnen hard overkomen. Ik had net nog een discussie met mijn moeder. Omdat ik eco uh, ecologisch een woord. ...voelde bij mij heel erg dat dat hoorde bij ritme, uh, bij bioritme. Omdat ik mensen coach om juist in hun eigen ritme te kunnen komen. Om mensen vanuit de biologische uh, gang, van hoe de golven van de zee gaan... ...dat, is, uh, dat ik ze laat zien en inzicht kan brengen over hoe jij je eigen ritme kan maken... Over je eigen staat en hoe jij staat in het leven. Dat was mijn kant van ecologie. Mijn moeder had daar een hele andere kijk over. En ze vuurde dat naar me toe. Het voelde verschrikkelijk. Het voelde pijnlijk. Gelooft zij niet? Hoort zij wel de woorden die ik zeg? Begrijp ze de woorden die ik zei? Waarom heb zij een hele andere betekenis over dit woord? Waarom, waarom kom ik niet bij haar over? Tijdens de, mijn eerste partitioner opleiding van NOP leer, uh, leer je de NOP-basiscommunicatie. En hoe communicatie op alles gebaseerd is. Ik zal hier eens een webinar over geven. Want het is ongelooflijk inspirerend over de communicatiemodellen. Uh, co uh, Communicatiemodel. Maar wat daar heel erg uh, aan bod is uh, bij communiceren. Dus de taal, de woorden, de klanken die je vormt naar een woord om die woord te kunnen vertellen vanuit je stem of vanuit een gebaar. Um, wat je gedachten omzetten om dat te kunnen vertellen tegen een ander. Dat is zenden, zenden van woorden en de ontvanger die heeft vaak een bepaalde visie, een bepaalde focus op hoe dat woord eruit moet gaan zien. De ontvanger heeft vaak een filter, een filter hoe die dat woord wil gaan ontvangen. Uh, je hebt je hoofd en je hebt Rond je hoofd heb je allemaal extra. Uh, extra. Uh... Als dit je hoofdkern is van een bepaald woord. dan heb je altijd nog eromheen. heb je kleine woordjes die dat woord ondersteunen. En het is een soort van bingo wat je dan aan het spelen bent in je hoofd. Um, dat je bijvoorbeeld. Um, vrolijk. Uh, dat je daar blij bij bent. Dat je een lach hebt. Uh, dat zijn allemaal. Dus vrolijk heb je dan het ro rondje vrolijk. En dan eromheen heb je dan uh, lachen. Um, zonnetje misschien wel. Er uh, aangekoppeld. Um, uh, happy. Uh, ik noem maar wat hoor. Um, warmte. Dat heb je allemaal rond vrolijkheid uh, er aangekoppeld. En als iemand zegt vrolijk uh, en die zegt bijvoorbeeld ja, um, duister, um, uh, blij, um, een lach, um, een pen, bijvoorbeeld, dan klopt dat niet in jouw hoofd. Dus de ontvanger die hebt zo van, nou, uh, die omschrijving heb ik helemaal niet bij vrolijk zijn. Uh, dus dan mis je, ja, mis je iets in de communicatie. En uh, dat is iets waar kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis vaak tegen aanlopen. En ook wel naar hoe langer ze met taal bezig zijn, ook echt wel ervaren uh, en teleurgesteld worden in hun eigen communicatie. En uh, ik dacht dat ik uh, met NLP, dus dan Neuro Language Programmeren... eigenlijk tegenover gespiegelbeelden van TOS is dat... Um, had verwerkt. Alleen ik merk dus ook wel in deze communicatie met mijn moeder... Uh, dat dat toch nog ergens een pijngrens zit... Um, Waar ik toch het gevoel heb van: oh, maar zijn dat niet de juiste woorden die ik eraan koppel? De woorden: klopt dat wel voor mij? En twijfel ik aan mezelf? En twijfel ik van: heb ik het dan fout? En deze twijfel heb ik echt heel vaak gehad. Ik ben best wel iemand die heel veel van praten houdt en heel erg flap over ben. Maar als iemand daartegenover een weerwoord heb en het zo importeert naar mij, dus het, dat ik dan de ontvanger ben uh, van het ge. Uh, dus ik geef, uh, uh, ik geef iets en dat, dat iemand zegt: ja, maar dat betekent niet zo, dat ik daar best wel een gekwetst gevoel van krijg. en dat is wel. Uh, dat is wel iets wat ik he, heb opgebouwd in mijn leven. Taal is ongelooflijk ingewikkeld. Daarom ook mijn slogan: Taal is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Maar het is wel. Je kan het wel zo maken als wat jij wilt, en zo simpel mogelijk houden. En. Dat is wel wat ik doe dagelijks. Daarom ben ik veel aan het, uh, veel post aan het maken met plaatjes of kleine quotes. Of stel, stel ik van die vragen waar je bewustheid van wordt. En probeer ik de woorden te kunnen articuleren als hoe je dat op zo'n duur woord zegt. Dat je de taal spreekt wat een ander kan begrijpen en ik hoop op zich dat door ik dit soort filmpjes maakt en mijn kwetsbaarheid met je deel uh, dat je ook uh, blijft sturen blijft praten en hoe lastig het soms is dat je wel in jezelf komt... en dat je zegt tegen jezelf... Marielle, ik kan dit. Of dat jij dan zegt... ik kan dit, ik kan dit, ik kan dit, ik kan dit. Ik kan, dit. Ik kan de juiste woorden vinden. Ik kan... Uh, ik kan NLP-opleiding doen... wat ongelooflijk talig is. Ik kan dit, ik kan dit, ik kan dit. En hoe meer je gaat... Er, uh, uh, positieve taal... gaat gebruiken tegen jezelf... Hoe positiever je gaat denken, en hoe meer dingen je kan bereiken in je leven. En dat heeft mij altijd gestimuleerd. En hoe moeilijk soms taal kan zijn, hoe lastig het soms kan zijn. Ik gebruik positieve taal en vooral tegenover mezelf. Ik kan depie zijn, ik kan, uh, ik kan soms niet de juiste woorden vinden. Maar help mij om de juiste woorden te kunnen vinden, maar heeft, heb ook geduld. Soms kost het me iets meer tijd om op dat juiste woord te kunnen komen. Geef mij die tijd. Geef het me. Want daar leer ik van. Geef me de tijd. Geef me de taalkeuzes. Geef me de taal die je spreekt. Want ik zou je zeggen. Uit leren ben je nooit. Je kan er altijd blijven van leren. Altijd kan je leren. Kijk, ik ben misschien niet meer op school, maar ik leer nog elke dag. En ik leer ongelooflijk veel van NOP. Echt heel erg veel. En het is ongelooflijk talig, maar ik leer er elke dag nog van. Want ik wil groeien. Ik wil zo graag. Leren wat taal is en hoe mensen het gebruiken. Ik wil de mens begrijpen achter de taal. Ik wil weten hoe ik nog beter uit mijn woorden kan komen. En dat zijn mijn wensen die ik elke dag aan werk. En weet je, je hebt ook heel veel positieve taal. En dat wil ik je als huiswerk meegeven. Het is een heel lang filmpje, maar het is ook een heel krachtig filmpje, want hiermee geef ik mijn kwetsbaarheid, hoe ik tegen taal elke dag tegenaan beukt, maar ook weer kan ontvangen, omdat er zoveel mensen zijn die positief uh, tegen mij zijn, uh, die uh, als ik les geef bijvoorbeeld dat ze zeggen: juffrouw, jij hebt de leukste les van. Van de wereld gegeven. Dat geeft me zoveel uh, vrijheid en zoveel liefde geeft het met mij. Mijn kernwaarde, liefde. Weet je? En dat is het ook. Taal heb je in veel vormen en maten. Je hebt het negatief en het negatieve stimuleer je door het negatieve. En je hebt het positieve. En die stimuleer je door het positieve. En soms kan je een shitdag hebben. En die dag mag er gewoon zijn. Maar laat je weer op. En maak er van de, deze dag weer je mooiste dag. Want ook taal kan je stimuleren om alles uit jezelf te halen wat erin zit. Alles. Al je dromen kan je waarmaken door positief taalgebruik te kunnen gebruiken. Of wat ik heel erg heb, is dat ik altijd zeg tegen jou oprecht, wat je ook doet, ik geloof in jou. In alles wat je doet. Alles. In alles wat je doet. Alles. Ik geloof in jou. En dat zijn zulke krachtige woorden. Dat taal in één keer een stuk mooier maken. Dus, wil jij meer positieve taal? Wil jij de toverkracht van taal ontdekken? Blijf me volgen met alles wat ik doe. En ik hoop dat wij ooit, ooit in dit mooie leven elkaar ontmoeten. Dat hoop ik echt. Want ik geloof dat je alles kan bereiken wat jij kan bereiken en wat je wilt bereiken. En laat je niet beïnvloeden door de taal, maar voel altijd bij jezelf. Is dit mijn taal of is dit jouw taal? En als je dat doet, welke taal wil jij onthouden en welke taal wil jij loslaten? Vanuit hier hoop ik dat je veel taal hebt onthouden. En dat ik je veel heb geïnspireerd hoe je zelf kijkt naar taal. En hoe jij om kan gaan met taal. En ik wens jou nog een hele fijne talige dag toe. Doei doei!